Hallo, ik ben Wesley van Gameliving en vandaag ga ik samen met Stijn een review opnemen van Alan Wake. I don't know what happened. It was dark. She was screaming. Someone took her. Alice! And they want the manuscript? I found many pages. The story's coming true. It's all in your head. I've got to find the manuscript to make sense of what's happening. You are making this up. It's my fault. Please help! Alice! I'm sorry. We hebben Alan Wake uitgebreid gespeeld en ik moet zeggen, ik heb me daar erg mee vermaakt. Maar dat komt voornamelijk door het erg sterke verhaal in de game. Ja, het klopt. Het is een actietriller, dus het draait heel erg om het verhaal. Maar wordt door het verhaal, wordt de rest niet een beetje zwakker? Nee, ik denk onzeker omdat ze hebben 6 jaar over gedaan om dit spel te maken. En ik denk dat dat zeker zijn vruchten afwerpt. Het is echt heel goed. Ja, het voelt heel af aan eigenlijk. Ja. Er zitten, laten we maar even de nadelen alvast opnoemen. En daarna lekker positief zijn over dit spel, want het verdient het. Het nadeel van dit spel is de gameplay. Ja, dat is echt jammer. Het wordt een beetje eentonig. Ja, je bent eigenlijk de hele tijd hetzelfde aan het doen. Het is een Xbox only. Dus dat is ook wel jammer. Maar nog even terug op de gameplay. Wat doe je dan de hele tijd? Je moet tegen de darkness vechten. Dus er lopen een soort van... Ja, die mensen eten, dat zijn de teken. Die zijn overgenomen door de darkness. En die lopen dan 's nachts buiten rond. En die hebben dan een soort schild. Je hebt een zaklamp en je wapens heb je. Je schietgeweren. En met die zaklamp moet je eerst dat schild kapot maken. En dan pas kan je ze doodschieten. En dat doe je gewoon heel de game lang, heel de tijd. Ja, het wordt na een tijdje... In het begin is het leuk, want dan pak je nieuwe wapens op, nieuwe zaklampen. En dus in het begin is het nog leuk. Dan heb je een beetje variatie, maar na een tijdje is het echt heel eentonig. Ja, op een gegeven moment hebben ze nog een beetje geprobeerd. Maar dat is heel eventjes, maar misschien... 15 minuten bij elkaar dat je coöperatieve dinges hebt, maar het valt echt ontzettend tegen, die gameplay. Ja. Een ander nadeel is dat het oppakken een beetje slecht werkt. Ja, je moet tussendoor natuurlijk ammo en items oppakken die je tegenkomt onderweg. Dan ben je aan het lopen en dan komt er in één keer te staan van press B om hem op te pakken en dan... Ja, dan ben je eigenlijk al te laat met indrukken, want dan loopt hij nog eventjes door als je loslaat. Loopt hij nog eventjes door en dan pak je het niet. En dan ben je weer aan het zoeken waar het nou precies lag. Dat werkt gewoon niet zo goed. Maar verder waren we vooral heel erg positief over deze game. Dat komt door het sterke verhaal. Stijn, wat voor verhaal zit erin? Nou ja, je bent natuurlijk... Je speelt met Alan Wake en dat is een schrijver. Maar hij heeft al 2 jaar geen boeken meer geschreven. En dat vinden veel mensen jammer. En zijn vriendin die denkt dan van... Ik neem hem mee op vakantie naar Bright Falls. Dat is een heel mooie omgeving met allemaal bergen. En zij hoopt dan dat hij door die bergen geïnspireerd wordt om weer te beginnen met schrijven. Ze komen dan in een blokkertje daar aan. Op een eilandje. En zijn vriendin heeft dan een typemachine in een kamer gezet.
En die hoopt dan dus weer dat hij gaat schrijven. En Ellen, die wordt daar een beetje boos over. Die loopt het huis uit. Het wordt ineens donker. Hij hoort dan zijn vriendin gillen. En daar begint het verhaal. Ja, en dan zit je echt in een geweldig verhaal. Ja, je wordt er meteen ingezogen. Echt. Maar voordat je aan het verhaal begint, ga je natuurlijk eerst een tutorial doen. Nou ja, de tutorial is echt heel erg goed. Het is gelijk aan de sfeer van de game. Je wordt wakker uit een nachtmerrie en je moet tegen zo iemand gaan vechten die overgenomen is van de darkness. Ja, een teken. Ja. Ja, je leert gelijk de controls kennen natuurlijk. De controls zijn niet echt heel ingewikkeld. Dus het is heel simpel eigenlijk. Het werkt ook heel goed, de controls, als je aan het spelen bent. Ja, ik heb er eigenlijk nooit last van gehad dat... Nee, ik ook niet. Ja, het is alleen een beetje jammer natuurlijk van het oppakken van die items. Ja, dat is ook wel het enige. Ja, verder vind ik alles goed. En wat ook echt bijzonder goed is, is de graphics en de geluiden. Ja, ze hebben echt hele goede graphics erin. Het is met de Alan Wake engine gemaakt. Ze hebben een hele eigen engine. Die graphics komen er heel mooi uit. Het geluid hebben ze echt, de geluidseffecten op de achtergrond. Die hoe ze de spanning opbouwen. Ja. Dat vind ik erg leuk gedaan. Wat ook erg leuk gedaan is, zijn de cutscenes. Ja, de cutscenes. Je bent eigenlijk de hele tijd aan het spelen om weer te wachten tot er zo'n cutscene komt. Want dan gaat er weer iets gebeuren. Ja, dat is ook een beetje de reden om door die saaie gameplay heen te prikken. Ja. Omdat die cutscenes en het verhaal, zijn zo sterk. De manier van vertellen is erg leuk gedaan. Je hoort zeg maar wat Ellen denkt. Ja, je hoort zijn gedachten. En wat hij ervan vindt. En dit vind ik echt een heel erg sterk punt in de game. Want hierdoor krijg je echt het gevoel dat je Ellen even door die shit heen wil helpen. En ja, dat je zelf Ellen bent en dat je hem wil gaan helpen. En dat je... Ja, dat vind ik leuk gedaan. En deze game is vrij compleet. De sfeer is goed. De graphics zijn goed. Het verhaal is goed. Het is alleen een beetje jammer dat... De gameplay wordt eentonig. Als je constant maar... door die bossen aan het lopen bent. Of die deken aan het schieten bent. Ja, dat is jammer. Kortom, een erg goed spel. Dat 14 mei in de winkels ligt. Hij is gemaakt door Remedy Entertainment. Bekend van Max Payne. En hij wordt uitgegeven door Microsoft Studios. Wij vinden dat de gameplay alleen een beetje slecht is, maar toch geven we deze game een 8,5.